Goedendag, welkom alweer de allerlaatste Wintersportweerbericht van dit seizoen. We gaan nog één keer naar de Alpen kijken en wat het weer gaat doen tijdens de Paasdagen. Nou, ik kan alvast verklappen dat er grote verschillen zijn. Het is vandaag gebeeld in Alp de Wes in Frankrijk. Daar valt een dik pak sneeuw. Ja, en dat op de valreep van de winter. Maar ga je wat meer richting Zwitserland of Oostenrijk, dan wordt het landzaam aan, landzaam aan, allemaal wat droger. Gisteren scheen nog de zon in Zermatt. Mooie condities. Maar in de Oostenrijkse Alpen valt het toch veelal een beetje tegen. Als daar een neerslag valt, dan is het vaak regen, tenminste tot 2000 meter. Daar is het echt wel zacht. En daar is ook sprake van een feunstorm. En ja, met die hoge temperaturen ja, gaan de ski echt wel hard achteruit. Daar is dus ook echt nog wel even de vraag wel, welke ski-pistes en hoeveel pistes er nog open zijn met de paasdagen. Als we naar de computeranimatie kijken, dan zien we het ook terug. De Alpen met in Frankrijk en een deel van Zwitserland als ook Italië actief in de neerslag, regen en sneeuwval. Behoorlijke hoeveelheden, maar aan de noordkant van Zwitserland en vooral Oostenrijk droge condities. En daar hebben we te maken met een veun. Een veunstorm vandaag zelfs met op kaproen windsnelheden tot 120 km per uur. Grote verschillen en die verschillen blijven wel, ja die blijven een beetje. Want we hebben te maken met een toevoer vanuit het zuiden tot zuidwesten. En geregeld trekken er dus ook storingen over. Met opnieuw weer sneeuwval aan de zuidkant en zuidwestkant van de Alpen. En die aanhoudende warme feun aan de noordkant. In de dalen van Oostenrijk zou het dus 20 tot lokaal zelfs 25 graden kunnen worden, zeker tijdens de paasdagen. Terwijl aan de noord of terwijl aan de zuidkant ja, nieuwe storingen binnen blijven druppelen. En daar dus die sneeuwlaag alleen maar verder aangroeit. Ik moet er wel bij zeggen dat de sneeuwvalgrens vaak aan de hoge kant ligt veel al 1500 meter, maar de Franse Alpen beginnen ook de meeste skigebieden vanaf die hoogte. Dus ja, echt wel grote verschillen, hoor, de komende tijd. En als we dan kijken naar de hoeveelheden die er vandaag dan nog bijvallen, ja, dan zien we het ook mooi terug. Een deel van Zwitserland, als ook Frankrijk, snel oplopende hoeveelheden. En dat aan het eind van het seizoen, echt goede condities daar. Maar je ziet ook hier Oostenrijk, ja, daar valt het allemaal tegen. Ik zie daar nog amper sneeuwkleuren in elkaar staan. Sterker nog, Zuid-Duitsland en hier Tiroler Oenterland gewoon volledig groen. Ja, wil je dus echt nog gaan wintersporten in verse sneeuw... dan zul je toch echt naar de zuid- of zuidwestkant van de Alpen moeten gaan... en niet aan de noordkant zitten, want daar lijkt het wel zomer de komende tijd. Gaan we nog wat verder vooruit kijken en op het grotere plaatje, pakken we het grotere plaatje erbij. Ja, dan zien we eigenlijk de boosdoener van het weer. Een groot lage drukgebied ligt dit moment... Op dit moment bij de Britse eilanden blijft op die positie ook rondtollen. En daardoor hebben we dus te maken met die aanhoudelijke zuidelijke tot zuidwestelijke stroming. Toevoer van zachte en vochtige lucht. Aan de noordkant van de Alpen vaak droog weer. Al kan er dus op Tweede Paasdag nog wel een storing overtrekken. Is allemaal nog wel een beetje onzeker. Maar aan de zuidkant gaat gewoon geregeld veel sneeuw vallen. Kortom, veel verse sneeuw aan de zuidwestkant van de Alpen. Goede condities daar. Het is dus wel zoeken naar mooie droge momenten wil je gaan skiën. Maar aan de noordkant is het dus echt heel erg warm. Temperaturen van 20 tot lokaal 25 graden zijn tijdens de paasdagen. Echt niet ondenkbaar. En daarbij hebben we dus te maken met een ja, toch wel vrij krachtige feunstorm. Op de gletsjergebieden in Oostenrijk en ook een deel van Zwitserland moet rekening worden gehouden met windsnelheden die kunnen oplopen naar 120 km per uur. En dat eigenlijk elke dag. Kortom, het wintersportseizoen eindigt met grote verschillen in de Alpen. Ik wens u een fijne wintersport en tot volgend jaar met de nieuwe wintersportverwachtingen.